Deze beschouwing is deel 2 voor de Mohammedanen en dan bedoeld voor iedereen in Nederland. Het is in het Nederlands. Maar ik had laatst een Duitser die ook reageerde. Die kon het ook verstaan. Ik zal mijn best doen om zo eenvoudig mogelijk te spreken. En rustig te spreken. Want ik denk dat dat wat ik te vertellen heb, dat dat belangrijk is voor Mohamedaanse mensen in het bijzonder. En voor mensen die Mohamedaanse mensen kennen, ook eigenlijk voor iedereen. En zoals ze dan bij de Indianen zeggen: ik kom. In vrede. Dus het is bedoeld, het is goed bedoeld. En om dingen uit te leggen. Met bijvoorbeeld waar je terecht gekomen bent. In Nederland. En in de vorige uitzending over Mohammedanen of voor Mohammedanen heb ik stilgestaan bij het feit dat. Met name Mohammedanen sinds de jaren 70-80 een hele slechte pers kregen. Op allerlei fronten. Ja, één tv gebeuren en één kranten gebeuren. Maar die fronten over de wereld waren overal weer anders. Bij Bosnië bijvoorbeeld. Daar hebben wij dat vervelende ding gehad met die enclave. Ja, dat was een toneelstukje. Daar zitten hele onduidelijke elementen aan. En toch krijgen dan de, de Mohammedanen weer zoiets toegespeeld: van. je, je, zie je wel. Zijn die Mohammedanen weer? En in de vorige uitzending heb ik erbij stilgestaan dat dit, punt 1, een, een heel wezenlijke leugen is die heerst. En die is heden ten dagen. Ja, leidt die enorm af. En dat is eigenlijk het probleem, dat... Doordat de Nederlandse mensen of de niet-Mohamedanen. door Hollywood en de kranten en de tv. een beeld hebben gekregen van Mohamedanen. want die staan allemaal met een kromzwaard. Uh, maken ze je vrouw tot seksslavin. Of Mohamedanen zijn heel dom. Dat gebeurt dan ook nog. Dan komt dat ook breed uit in de krant. Nou goed, dat is. En dat gaat niet zomaar weg. Daar zal actief aan gewerkt moeten worden. En ja, het actieplan is om. De mensen zelf maar te activeren. Dat iedereen er een steentje aan bij moet dragen. En jij kan dat doen door deze playlist, deze uitzendingen te delen op Facebook en op YouTube. En je mag ze ook uploaden naar een andere. Of je mag een ander station, uh, Reddit of weet nog een kanaal. Zo. Mag je ook zelf uploaden. Vind ik helemaal niet erg. Ja, nee. Ik heb geen advertenties. Ik heb geen dingen zo. Dus. En ik heb een internetverbinding en die heb ik toch nodig. En voor de rest heb ik hier wat oude spulletjes. Dus ik heb ook geen donaties nodig. Ah, ja, ik heb een computer en die is uh, oké. Okay, maar. Die gebruik ik ook voor mijn werk en voor mijn andere dingen. Die kan dit er heus wel bij doen. Kortom, ik hoef geen donaties en. Ik hoef uh, helemaal niks. Maar ik wil wel dat, dat. wat ik te vertellen heb. voor zover dat de waarheid behelst. en dat mag jij zelf allemaal controleren. wil ik dat dat doorgegeven wordt. Want wij stevenen af op een. Uh, een heel. Uh, onaangenaam, verrassend, onverwacht, vervelend probleem. Het enige goede nieuws is, is dat ik weet dat we nog tijd hebben. Dat weet ik zeker. Dus er is nog tijd. En dan moet je er rekening mee houden dat wij, punt 1, die tijd ook echt nodig gaan hebben. Dus het is maar goed dat er nog tijd is, want anders hadden we allemaal jankend naar huis kunnen gaan en waar woont je huis ook alweer? Er is nog tijd. En de hoeveelheid tijd, ja, dat hangt er vanaf hoeveel tijd wij nodig hebben omdat je een bevolking van 20 miljoen, en dan praat ik even over de gemiddelde Nederlander van mijn soort, hè? de blanke wijsnuis zeg maar, hè? mijn soort die is er niet van te overtuigen dat Osama Bin Laden die aanslagen niet gedaan kan hebben en dat ze al die jaren hebben geloofd in een leugen. De, onder mijn familie direct kennen ze dat. Nou, weinig. En hoeveel tijd heb je nodig om die mensen ervan te overtuigen dat hier wel iets aan de hand is? Uh, vier generaties? Zes? Zeven generaties? Maar zeven generaties, dat is 150 jaar. Ja, dat ga ik niet meemaken. En dat vind ik helemaal niet erg hoor. Dat, dat zeg ik niet uit verdriet of zoiets. Van, oh, dat zou ik zo graag willen meemaken. Lijkt me dan ook wel een hele leuke tijd om te leven. Maar dat is het nu ook. Dus. En het punt is dat de leugen, dat is geen factor om mee te sjoemelen. Je kan de leugen niet voor een klein beetje maar toelaten. En omdat het maar een klein beetje is, heb je er geen last van. Want zo werkt de leugen niet. De leugen die plant zich voort. We hebben in het Nederlands een gezegde en dat luidt: één rotte appel steekt de hele mand aan. En zo werkt het met de leugen ook. Dus iedereen wordt in zijn denken aangetast door die leugen. En die leugen luidt: het hebben de de mohammedanen. Het zijn weer die mohammedanen. En dan zeggen we ook nog niet langer Mohammedaan, maar we zeggen moslim. Alsof we tegenwoordig Arabisch spreken hier in Nederland. En ja. die term moslim, die hebben ze erin gejoeperd. Hè? Maar het was gewoon Mohammedaan, ook in het Engels. Mohammedan. En een keurige naam, vind ik. Daar had niemand een probleem mee. Maar dat moest van naam veranderd worden. ...hebben ze gedaan. Dat was in het kader van het opjutten... ...van de niet-Mohammedanen tegen de mohammedanen. Ja, ja, je dat ik we even weet. En het is voor de mohammedaanse mensen een... Uh, ...ja, een, een, meer dan een tegenvaller... Het is ronduit slecht nieuws. Dat je dus een partijtje ongelovigen in je samenleving hebt. En dat gaat voorlopig niet ophouden. En dan zeg ik ongelovigen in de zin uh, dat ze. Niet goed kunnen nadenken. En dat maakt een mens ongelovig. Zo simpel is het. En dat hebben wij nu in Nederland als de gemiddelde Nederlander. De gemiddelde Nederlander die kijkt nog dagelijks tv. En op tv hoort hij niets anders dan onzin. En zo af en toe, dan hebben de Marokkanen het weer gedaan. Maar bij Marokkanen denkt iedereen aan Mohammedanen. Nee, het is maar wat. En dat opstook gebeuren, dat wordt, uh, daar is een partij mee bezig, die daarvoor zorgt. En die partij, dat is de partij van de Universele Kerk. En de Universele Kerk, die beweert allemaal geweldige doelen te hebben, namelijk dat ze ons voor altijd gaan helpen en voor ons gaan zorgen, want we zijn sociaal. En aan de andere kant zorgen ze ervoor dat wij heel erg zielig worden. Dus ze maken zielige mensen en dan gaan ze die zielige mensen allemaal helpen. Zo werkt de universele kerk. Dus die hebben een tak en dat, is dan, dat zijn de bad guys en die gooien overal bommen en zo. En die doen nog meer nare dingen, die schieten staatshoofden dood en die doen echt van alles. Ze zijn moordenaars. En die creëren heel veel zielige mensen. Die hebben hulp nodig. En dan gaat de universele kerk ervoor zorgen dat bevolkingen ergens waar het goed gaat. die moeten gaan betalen en die moeten al die zielige mensen gaan helpen. En dat doet de universele kerk. Dus dat ze creëren elders een probleem. En dan al die zielige mensen, die worden verplaatst naar Nederland... en dan moet Nederland gaan betalen om die zielige mensen te helpen... die ze zelf hebben gecreëerd. Ja? Dus het is hetzelfde als dat een, uh, een inbrekersbende... die roof de woning van je buurman leeg. En dan komen ze met die buurman naar jou toe... En dan zeggen ze, nou, hier is de buurman en zijn woning is helemaal leeggeroofd. En wij vinden dat jij hem even onderdak moet bieden. En als je dat dan niet doet, dan worden ze nog boos ook. Dat is de universele kerk. En de universele kerk is de uiterlijkheid. En achter de universele kerk, daar zit de georganiseerde aristocratie. Dus dat is in feite de werkelijke, uh, het werkelijke akelige satanistische ding. Dat zit daar waarschijnlijk. Ja, dat is dat staat al vast. maar ze hebben dan die katholieke kerk als uiterlijkheid. Maar iedereen moet er naar kijken en de paus die doet alleen maar hele goede dingen. Dat is een hele lieve man eigenlijk. En onderwijl gaat het moorden en liegen en al die dingen gaat gewoon door. Als de narigheid in de krant staat, dan zat de katholieke kerk erachter. De universele kerk. Ook berichten over virussen en uh, ik weet niet wat voor ellende allemaal. Komt allemaal uit hun koker. Ze proberen ons de godganse dag de stuipen op het lijf te jagen. Met dan weer een Mohammedanen die aanslagen plegen en dan weer een griepvirus. Dat doen ze. En jullie trappen er ook in. Ben ik bang. Met zo'n coronavirus ga jij toch ook denken, oh, straks ga ik dood. Waar is mijn mondkapje? En al die dingen die, die... die ga jij opslaan. En dan ga je dan van jezelf misschien zeggen, van laat ik er maar niet aan denken. Wat heel begrijpelijk is. En het is verdringing. En daar zal ik mee ophouden. Gewoon accepteren. Je onderwerpen aan de situatie. En God is jouw koning. En Hij is degene die jij dient. En hij is degene waarvoor je knielt. En voor de rest kan iedereen je rug op. Dat is de houding van ons christenen. Wij erkennen maar één heerser, en dat is God. En die is de baas. En wat mensen doen. Tja, wat doen mensen eigenlijk? Kijk, het christendom dat is begonnen in het jaar of in, het, in de eerste eeuw. Dus toen Christus stierf aan het kruis. Toen. Was hij 30, 33 jaar oud. Zoiets. 33 denk ik. En daarmee begon het christendom. En dat ontstond terwijl Israël, wat we nu Israël noemen, met Jeruzalem als hoofdstad, dat stond toen onder Romeins bestuur. Dat was regelrechte onderdrukking van de Romeinse keizer. En de Romeinse keizer, dat gedachtegoed, dat, dat is Babylon. Wat ik in de eerdere uitzending heb uitgelegd met die takken van de overheid, met belastinginning, leger en priesters. En dat is Rome geworden. Dus dat Babylon is verdwenen uit die regio waar die stad ooit lag. Misschien door een klimaatverandering of je weet het niet. Foutief landbouwbeheer kan ook dat ze de grond uitgemergeld hebben met excessieve landbouw. En toen stopte de oogst. En toen werd het allemaal verdord. En toen kwam de woestijnwind. En toen was Babylon weg. Snap je? De... Zo zou het gegaan kunnen zijn. En in elk geval, Babylon als organisatie. Als staatsidee. Dat heeft zich uh, doorgeworsteld. In Egypte hadden ze precies hetzelfde. Met die farao's. Dat waren ook goden. Dus de man God en de vrouw godin. En met die mensen uit Egypte. En Egypte en Griekenland was altijd al. En Rome ook. Er is een Romeinse keizer geweest en die had wat met uh, zo'n vrouw uit Egypte. Dat was één pot nat. En dat heeft zich voortgezet. En dat kreeg in die jaren. Dus heb je het over het, de tweede helft van de eerste eeuw. Kregen ze problemen met de christelijke genootschappen. Dat waren volgelingen van Christus. En hun gedachtegoed, dat leidde tot hele harmonieuze samenlevingen. De economie ging hartstikke goed. Er werd efficiënt gewerkt. Ze konden huizen bouwen, dorpen stichten. Dat ging erg goed. En die gemeenschappen van die christenen, daar had de Romeinse keizer niet veel invloed op. Ze hadden zijn hulp niet nodig. Ze waren vreedzaam zonder meer. Je zou kunnen zeggen: het waren mensen die dan momenteel niet mee zouden doen aan het geldsysteem. Nu is dat ondenkbaar, hè? Maar zoiets dat moet je je erbij voorstellen. Ze waren, dus die christelijke gemeenschappen waren de Romeinse overheersing uitermate onwelvallig. Ze wilden dat absoluut niet. En ze zijn begonnen om christenen voor de leven te werpen in het Colosseum daar in Rome. En dat was volksvermaak. Op zondag. En dat hielp niet. Er werd wel gezegd voor iedere christen die ze voor de leven gooiden, er kwamen er tien nieuwe voor terug. En toen hebben ze het over een andere boeg gegooid. En zijn ze. Oogenschijnlijk, Het is een hele operatie geweest. Je had dus in, in Rome die, die priesterorde. En die priesterorde, die had door heel Rome, stonden allemaal beelden. En het ene beeld was van die God, en dat beeld was van die God. En, uh, dat was Rome, dat Babylon. Beeldenverering. En hele verhalen erbij. En, en die is goed in dit, en die is goed in dat, en die zat zo. En, en al die priesters wisten alles. Nou, en die orde, die hebben ze op pad gestuurd en gezegd, neem dat christendom over. Doe maar alsof je het helemaal eens bent met die lui. Nou, alles wat ze zeggen, moet je zeggen, dat is goed, dat is goed. Nee, natuurlijk, ja, nee, is allemaal goed. Alles accepteren wat ze me zeggen. En maak een kanon. Dat betekent een gezamenlijke... Uh, in consensus, dat is een mooi woord, iedereen is het ermee eens. Dit zijn de geschriften. Dat is toen gebeurd, in het jaar 324, 25 Met een hele hoop voorbereiding ongetwijfeld. En allemaal mensen moesten bij elkaar komen, dat alleen al, dus er moest, voor de reis moest worden gezorgd. En die mensen moeten een plek hebben om te slapen, ze moeten eten en drinken en ze komen niet voor één dagje bij elkaar. Nee, er is heel veel te bespreken. En daar is de Bijbel ontstaan. De, de, de geschriften waren allemaal al bekend, maar daar is vastgesteld: oké, okay, dit is het dan. En niets meer en niets minder. Dat is onze Bijbel. En dat is in elkaar gezet, geselecteerd bij een proces, en dat proces stond helemaal onder controle van de universele kerk. Maar ze hebben wel alles wat er stond in het Hebreeuws en in het Grieks, hebben ze keurig over laten zetten in Latijn. En die overzetting die klopt. Dat hebben ze netjes gedaan. Ze moesten ook wel, want de indruk moest gewekt worden. dat ze van goede bedoelingen waren. En dat ze echt mee wilden doen met die christenen hoor. Echt helemaal heel erg echt. Maar niet dus. Want wat ze gedaan hebben, is ze hebben vervolgens het christendom verplicht gesteld in heel Europa. Dat is nooit de bedoeling geweest van het christendom. Om verplicht te zijn. Dat kan niet volgens ons dogma. Volgens ons dogma, dat is de interpretatie van de geschriften, is het, um, is het zo dat je geen paarden voor de zwijnen mag werpen? Dat zegt Jezus. Dus jouw ware, wijze woorden. Die moet je niet aan iedereen uh, doorgeven. Dat zegt Christus. Christus zei er ook nog bij: en als je het toch doet, als dus je gaat mooie, wijze, ware woorden spreken tegen een stelletje zwijnen. Christus gebruikte het woord zwijnen. Hij zei: dan moet je nog oppassen, want ze kunnen nog kwaad worden ook. Dat lijkt mij een waarheid als een koe, of niet? Hè, iets wat jij als Mohamedaan helemaal kan beantwoorden en kan beamen. Dat is zo. Je moet de waarheid en alles wat erbij hoort, dat moet je delen met die mensen die daar om vragen, op een of andere manier. Misschien omdat ze het letterlijk vragen. Ah, misschien omdat ze het op een bepaalde manier, dat jij het idee krijgt van, nou, hij vraagt om iets. En dan mag jij vertellen wat de waarheid is. Er moet wel een dorst zijn tot waarheid. En als die dorst er niet is, dan heeft het geen zin om iemand een glaasje water te geven. Maar hij drinkt er toch niet op. En jij bent je glaasje water kwijt. Dus het christendom is niet te verenigen met een verplichting tot. Want dat is een mooie boel. Want dat leidt er dus toe dat jij, als jij in de gemeenschap komt. omdat je daadwerkelijk erbij wil horen en christen wil zijn. dat je in die gemeenschap ook mensen hebt die het eigenlijk helemaal niet willen. maar ze doen maar mee, want het is verplicht. Kijk, dat is het mengen van wijn met water. En dat doe je niet. Dat is toch duidelijk? Ja. Dus het christendom is niet van uh, bekeren. Het is wel dat je mag vertellen uh, van de blijde boodschap. Dat mag. En er zijn mensen die staan hier in het centrum van Arnhem en die vallen niemand lastig, punt 1. En ze staan er met een bord. En dan zijn er mensen uit het publiek en die stappen daarop af en die hebben een vraag. Kijk, en dan mag het. En er zijn mensen die vinden het leuk om te doen. Misschien dat ik ook nog een keer ga doen. Weet ik niet. Ik hou dit verhaal naar jullie en jullie luisteren naar mij omdat je een vraag hebt. En ik probeer antwoord te geven. En jouw vraag is: ik ben een Mohamedaan, ik woon in Nederland en wat zijn nou de dingen voor mij om belangrijk te vinden en waar ik meer van moet weten? En je moet weten van de geschiedenis. Je moet weten hoe dingen in elkaar zitten. En wat er gaat gebeuren als jij weet hoe het in elkaar zit, is dat alles wat je dacht te hebben. Dat heb je helemaal niet. Het is een maatschappelijk gesproken de, een grote teleurstelling. En wat je daarvoor terugkrijgt. Is het eeuwige leven. Dat is het kustendom. En dan zeggen wij ook nog dat dat loon, hè, dat eeuwige leven, dat is het. Dat kan niet uh, nog groter. Dus het eeuwige leven. Is het allermeeste, mooiste, grootste. Het kan niet beter. Er is geen groter cadeau voor een mens dan het eeuwige leven. En dat krijg je al bij leven. Zo zit het in elkaar. En. Dat kan je ook krijgen pas helemaal op het einde van je leven. Misschien tien seconden voordat je doodgaat. En dan heb je ook het eeuwige leven. En niet maar een stukje. Ja, je was er pas op het laatste bij. Nou, dan uh, krijg je niet helemaal het eeuwige leven hoor. Nee, uh... nee. Uh, iedereen krijgt het eeuwige leven. Dat komt dan tot je. Je snapt het wel als je zover bent. Als jij op een dag denkt van verhip, volgens mij, uh, je leef ik eeuwig. Uh, als je dat op een dag denkt, dan weet je waar ik het over heb. Het is in feite het opgeven van alles waarvan je dacht dat je daarin leefde, dat dat jouw leven was. Maar dat was eigenlijk dood. Dus alles, alle interesses die je had... Die waren dus eigenlijk, je dacht dat het levend was. Oh, ik ben geïnteresseerd in dit en geïnteresseerd in dat, dat is mijn leven. En plotseling, als alles in elkaar gestort is. Dat het helemaal niet meer is. Wat er dan nog over is, dat is het eeuwige leven. Dat is de stam van jouw aanwezigheid in deze wereld. En dat heeft niks te maken met reïncarnatie. Het heeft ermee te maken dat jij beseft wie of wat jij werkelijk bent. Christus heeft gezegd, het is voor een, een rijk mens, dus een man met vermogen, is het zo goed als onmogelijk om dat eeuwige leven te vinden. Want die bezittingen die die mens heeft. dat zijn er zoveel om kwijt te raken. totdat je het eeuwige leven bent geworden. Die stap is te groot. Dat redden die mensen niet. Ik laat even een pauze vallen. Dat, dat, dat je goed begrijpt wie Christus is. Want je bent beland in een christelijk land. En jij bent op bezoek. Dus jij moet je verdiepen in onze moraal. Dat kan niet anders. Dat is een kwestie van beleefdheid. De situatie was helemaal andersom geweest. Als ik naar Marokko had gewild en daar was beland. En dan uh, was er iemand en die sprak tegen mij. In heel begrijpelijk Arabisch. Om mij uit te leggen hoe de Koran in elkaar zit. En hoe ik mij dien te gedragen. Ik zou naar die man luisteren. Als ik in een vreemde omgeving kom... dan is het eerste wat ik wil, dat is weten wat de gewoonten zijn... En dan doe ik mee. Zo hoort dat. En dat moet jij ook doen. En voor dat meedoen dien je te begrijpen wat het christendom is. Dan weet je ook waar je dan aan meedoet. Wat de gewoonte is hier in Nederland. En hier in Nederland kan ik je rustig opbrieven dat. Uh, Infidels hier, dat percentage is enorm. Dat is angstaanjagend. En bij de kerken, de mensen die dan ter kerken gaan. Kijk, de meeste kerken hier in Nederland, of eigenlijk allemaal, die draaien om de hete brei van 11 september heen. Daar hebben ze het niet over. En dat zouden ze wel moeten hebben. Want er staat in de Bijbel dat deze soepzooi die we nou hebben, dat die eraan zou komen. En wij weten eigenschappen van de soepzooi. En die staan in de Bijbel. En ik kan je vertellen dat op dat niveau de Bijbel hier in Nederland niet wordt uitgeplaatst. Ik vind het heel erg. Ik vind het echt jammer. ja. Op internet kan je wel wat meer dingen vinden, gelukkig. Maar veel is in het Engels en... Maar de Bijbel wordt niet meer uitgelegd zoals die ooit hier begonnen was. Want die, die katholieken die dus het christendom geloof uh, verplicht stelden, die kregen te maken met een hele grote breuk in de kerk toen men achter de, de roof was gekomen. Want wat die universele kerk ging doen in die dagen, wat ze al heel lang deden. Dat was mensen onder druk zetten dat ze geld gingen betalen. En daar gebruikten ze het geloof voor. Dus als er iemand overleden was, dan gingen ze naar de familieleden toe, de rouwende, en dan vroegen ze om geld. Nu nagaan. Dus was iemand overleden, en dan zeiden ze tegen die mensen van ja, hij is overleden, maar hij zit nu in het vage vuur. Dat is een hele vervelende plek en uh, nou, en, uh, ja, dan uh, weet je nog niet waar je terecht gaat komen. Zij gaat of naar de hel of naar de hemel. En als je nou wil dat jouw overleden echtgenoot naar de hemel gaat, nou, dan misschien uh, wil je alvast een donatie geven. En zo werd er geld gevraagd aan mensen bij begrafenissen. Of even daarna. Het was business voor de universele kerk. En tegen die business van dat geld vragen voor dit soort dingen. Het heette aflaten. En daar had je allerlei vormen van. Het is op zich al een merkwaardig verhaal. En er werd heel veel geld aan verdiend. En in Duitsland kwam daar een protest tegen. Waarbij er dan vooral naar dat geld werd gekeken. Van nou, dit slaat helemaal nergens op. En toen zijn ze in Duitsland zelf een, ja, kerken begonnen. En dat waren lokale kerken. Wel van bepaalde stromingen, maar ze waren anti-katholiek. Dus ze waren dan ook in principe niet van zo'n overheersing van een man helemaal uit Rome. En die is de baas. En dan kardinalen. En dan aartsbisschoppen, En dan bischoppen. En allemaal niets. Dus die, die nieuwe kerken die er kwamen, het waren platte organisaties en een heleboel verschillende. En dat mag toch, dat is toch helemaal niet erg. En toen dat begon, was er nog geen uh, Bijbel anders dan de Latijnse Bijbel en niemand kon Latijn en de oude uh, Hebreeuwse en Griekse geschriften. Maar ja, dat konden Duitse mensen ook niet lezen. En Luther is begonnen met de Duitse vertaling te maken. Nou, voor hem ook al wat mensen. Maar tot nu toe is er nog steeds niet een goede Duitse vertaling van de Bijbel. Niet één die zo goed is als de King James en de Statenvertaling. Dus de Engelse en de Nederlandstalige goede Bijbels. En die twee zijn uh, hartstikke goed. De rest, dat zijn fratsen. En in Duitsland hebben ze niet eens een goede. Alleen maar bijbels met fratsen. En dat hoort niet. Nou, dan had je in Duitsland die protestbeweging. Dat sloeg ook door naar Nederland en naar Engeland. En dat was een periode van grote welvaart. Toen waren wij vrij van die onderdrukker. Dat was de, de Gouden Eeuw, die kwam eraan. De Gouden Eeuw, de loopt van 1600 tot 1700. En in 1611 kwam de King James Bijbel. En in 1618 kwam de Statenvertaling. En toen brak er een periode van economische welvaart aan. En dat hoort ook zo. Want mensen komen tot de waarheid. En iedereen wist van de paus. En iedereen wist dat de paus en zijn universele kerk, dat dat verschrikkelijk is. Want dat je daar niks mee te maken wil hebben. Want ze hebben ons bedrogen. Ze hebben ons bedrogen en nooit excuses aangeboden. Wij waren ooit die christenen die het woord van onze Heer. Op de hand overpenden en verspreiden en wij hadden kerken en het belangrijke was, wij hadden gemeenschappen. Gemeenschappen van mensen. En we hadden ook er en der een gebouwtje, maar die, waren, die gebouwtjes waren niet het belangrijkste. Het belangrijkste was de gemeenschap. Nou, en dat is geformaliseerd door die Romeinse beweging. Daar kwam dat protest tegen uit Duitsland. En toen was het weer een tijd best leuk. Toen ging het dus ook economisch weer heel goed met ons. En toen is de Romeinse Universele Kerk weer naar binnen gekomen. En momenteel zijn ze de baas in Nederland. Onze koning die gaat eens in de zoveel tijd, niet iedere week, maar eens in de zoveel tijd, dan gaat hij naar de paus. Samen met zijn vrouw en zijn drie kinderen. En dan bespreekt hij dingen. Welke dingen, dat weten wij niet. Zal denk ik ook niet zo heel interessant zijn. Het is belangrijk als beeld dat wij onze koning naar de paus zien gaan en dat hij dan weer veilig thuis komt. Dat hoort bij de propaganda. Ja, de paus dat is zo groot, zelfs koning Willem-Alexander hoort daarbij. Of zo. Dat het vooral uh, lijkt op één grote eenheid. Daar gaat het om. Katholicisme is hier in Nederland een tijd verboden geweest. Maar daarna mocht het weer. Ja, en nu zitten we hier. En wat nu? Kijk, de overheersing die wij hebben, dat is de een waarbij de staat stelt dat de zorg haar taak is. Nou, de zorg, dat is de taak van de kerk. En dan is het niet de, dat gebouw, maar het woord kerk, dat betekent gemeenschap. Het komt van het Grieks Ecclesias, dat staat er oorspronkelijk. En dat is een gemeenschap. En de gemeenschap doet de zorg. Ja, dus iemand, uh, we zijn met z'n allen bezig op het land. En iemand die verstuikt zijn enkel of zo. Nou, die moet dan verzorgd worden. Dat doet de gemeenschap. Ja, dat hoeven niet die mensen te doen die op het land staan te werken. Die moeten alleen even iemand op de fiets naar het dorp sturen. Van ja, Piet heeft zijn enkel verstuikt. En dan kunnen jullie even langskomen met de handkar. Nou, dan vanuit de gemeenschap komt er dan iemand met de handkar en dan wordt Pieter opgelegd en die wordt teruggereden naar het dorp. De zorg hoort bij de gemeenschap. Bij de kerk zoals die bedoeld is. Maar dit is de universele kerk, de wereld overheersende algemene kerk en die heeft dan zoiets van nou, dan ga ik de zorg doen. En dat zie je dus nu in Nederland heel duidelijk. met al die ziekenhuizen. en die elektronische. bliep, 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 pasjes. Een angstaanjagende gebouwen. met veel glas. En dat is het Nederland wat het geworden is. En dat is in Engeland, denk ik, net zo. En in Amerika is het misschien nog erger? De hele zorg is uit de samenleving weggezogen. Dus kinderen hoeven niet langer voor hun ouders te zorgen en die kinderen allemaal heel blij? Oh gelukkig, nou, een hele zorg minder. Ja, inderdaad. En wie neemt die zorg op zich? Ja, dat is de overheid. Dus die zorg die moet wel gebeuren. Alleen het wordt nu niet meer persoonlijk gedaan, maar het gaat via elektronische overboekingen van euro's. En dat is niet zoals het hoort. En dat is verder niet een reden om gelijk in paniek te raken, alleen um, blijf weg uit de zorg. Zorg dat je er niet afhankelijk van wordt. Want het is niet leuk. Het is niet overal zo slecht. Natuurlijk zijn er mensen die heel goed voor de, de, in de omstandigheden heel goed voor je zorgen. Bijvoorbeeld waar ik werk. Dat zijn gehandicapte mensen, geestelijk gehandicapt in mijn geval. En daar wordt heel goed voor gezorgd. Dus dat is wel. En het systeem waarin het allemaal zit. Die persoonlijke aandacht van die medewerkers, daar mankeert niks aan. Het systeem waar ik voor werk, dat is heel mechanisch. Dat is niet echt menselijk. En er was laatst iemand. Die waren ze uit het oog verloren. En dat is natuurlijk een foutje. En die was gaan wandelen. En die was het terrein afgewandeld. Nou, dat werd een regelrechte rel. De politie moest erbij komen. En oh man, het was op, ja, op de radio. En, en ik had er ook van gehoord. En een medewerker zei tegen mij: van ja, uh, vroeger voor de bezuinigingen uh, stond hier het uh, hokje van de portier. Ja, ik kon me dat helemaal voorstellen. Ja, zei ze, dat hokje dat stond hier. Dat is hartstikke handig, by the way. Want bij de portieren kan je altijd even vragen: uh, waar is uh, dat en dat op het terrein? De portier is ook iemand die uh, uh, laatste boodschapjes en berichten of zo op, het, uh, op een prikbord kan doen. Maar je moet toch langs de portier. En in dit geval met zo iemand die een beetje verloren is en dan maar denkt het de terrein af te wandelen. Ja, toen die portier er nog zat, was dat niet gebeurd. En in plaats daarvan dat dus een portier uit zijn hokje komt en ja, nu dan uh, met zijn mobieltje even gelijk uh, WhatsAppen van uh, ja ik heb hier uh, Henk van uh, die en die locatie, uh, ik heb die Henk die loopt hier. Ik denk uh, ja, ik zei al wat tegen hem, maar uh, nou hij uh, heeft er volgens mij niet echt zin om te luisteren. Ja, nee, ik hou hem wel even aan de praat. Ja, zoiets. Huh? Was er niks gebeurd? Maar nu wel. En dan politie erbij, in de krant. En ik heb die jongen die verantwoordelijk was voor die persoon of mede verantwoordelijk of whatever. Maar die zat er behoorlijk van te balen, omdat het zo uit de hand was gelopen. Het is onmenselijk, dat bedoel ik maar. Het systeem dus. Ja, dat is Nederland. Daar ben jij beland. In een land waar ze dus met propaganda jouw geloofsvorm wegzetten als potentieel... Uh, ja, je moet het wel in mijn morgon bedaan, hoor. Ja. Oh. Het zit er heel diep in bij mensen. En dat moet veranderd worden. En ik denk dat dat het beste gaat met die aanslagen van 11 september aan het licht te brengen. Op een zo duidelijk mogelijke manier. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen wie de werkelijke daders waren. En die moet je zoeken in de hoek van de jezuïeten. Want de, na de aanslagen van 11 september. Kwam daar in één keer in Amerika een nieuwe wet. En zo'n wet. dat behelst rustig duizend pagina's. Een wet van een dermate afmeting. in elkaar stansen... dat doe je niet in een paar maanden tijd. Want het moet al, al die. wetsteksten. Die moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Want als de ene wettekst die andere een beetje tegenspreekt... dan creëert dat weer allemaal toestanden in de rechtszaal. Dus een wet moet zo duidelijk mogelijk zijn. En er mag uh, geen mogelijkheid zijn... om de wet op een andere manier te interpreteren dan dat die bedoeld is. Ja, kortom, een wet schrijven dat is meer werk dan een brief van je moeder. Ja... Inmiddels is naar voren gekomen. dat die wet is geschreven door een Jezuïet. En die komt uit Vietnam. Hoe die man nou heet, weet ik niet. Maar die heeft hem geschreven. En die was al lang klaar. voordat die aanslagen plaatsvonden. Dus eerst de wetgeving klaar. Dan komen die aanslagen. En dan hebben we een tijdje van paniek. Bloeloop, en dan maken we gebruik van om het hele leger op te trommelen en Afghanistan te gaan lastigvallen. En dan terwijl de boel gaande is in Afghanistan en iedereen denkt: Oh, wow, onze jongens, onze jongens. Dan ga je in het thuisland uh, even maatregelen treffen. Toen hebben ze die Patriot Act uitgerold. En toen kregen het. Uh, het departement. Het departement. van. de thuislandbeveiliging. Homeland Security. Dat is regelrecht gekopieerd. van wat ze in Nazi-Duitsland hadden. En daar heette het de S.A. Je had de S.S. En die waren onder andere. verantwoordelijk voor de concentratiekampen. Het beheer daarvan. En ze waren elite-eenheden in het leger. En je had de S.A. En dat was dan wat ze dan in Amerika nu noemen uh, Homeland Security. Dat is het eigen volk in de gaten houden. Dat daar geen uh, rare personen tussen zitten. Nou, die wet is geschreven door een Jezuïet. En ja, eigenlijk is het dan al duidelijk. Waarom schrijf je zo'n wet? Het was een wet en die paste bij het feit dat Amerika een aanval te verduren had gehad van uh, Mohammedanen. Daar was die wet voor nodig, want er was een aanval geweest door Mohammedanen, dus hadden ze een wet nodig om uh, andere problemen te voorkomen: dat het niet nog een keer gebeurt. Maar die wet was dus al voor die tijd geschreven door een Jezuïet. Het lijkt mij voldoende bewijs om de hele Jezuïetenorde voor de zoveelste keer aan te klagen voor wandaden. En dit besef. dat is. Onder, ja, ik, ik besef het. En met mij nog een aantal andere mensen die ik ken via internet. En dan heb je het gehad. In mijn omgeving dan. Maar zo duidelijk, zoals ik het nu zeg. zo duidelijk heeft de mens hier in Nederland dit echt niet op een rijtje. En dat is op zich ook weer een leugen. En die mensen zijn dus ook verdwaasd. En dat is de hele situatie. En daarbovenop uh, krijgen wij hier in Nederland uh, zo'n beetje iedere drie maanden een nieuw horrorverhaal over ons uitgestort. Maar wat is er nou weer aan de hand? En dan is er weer te veel stikstof, en dan is er weer te veel koolstofdioxide, en dan gaat de zeespiegel weer met 80 meter stijgen. Ja, dat hoor je goed. Dat laat, de, dat laat de Nederlandse overheid hier in Nederland vertellen op podia. Daar zie je niet zoveel mohammedaanse mensen. Er zit een man van die witneuzen. En die zit allemaal te luisteren naar een hele enge man met heel vies haar. En, en die heeft een buikje. En die heet professor dokter Bert Vermeersen. En die oude hoort wat. Sorry, dat ik, maar die, 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 die zegt maar wat. Over een zeespiegelstijging van 80 meter. Dat is Nederland. Welkom allemaal. Gelukkig is de koffie op het gemeentehuis gratis. Ja, het is maar wat waar je beland bent. Werkelijk in het hol van de leeuw. Ze hebben ons helemaal in de tang. Onze pensioenen. Die hebben ze de kas van lee geroofd. In eind jaren tachtig. Niet helemaal, maar. De pensioenen hadden te veel geld. De fondsen. Nou, ze hebben een inflatie gecreëerd achter de schermen. En die, als je kijkt naar de prijs van brood. Voordat de euro kwam, kostte een brood 1,60 gulden. 60. En nu kost datzelfde brood 2,60 euro. En een euro is 2,2 gulden. Dus wat een, een brood nu kost in guldens uitgedrukt, dat is meer dan 5 gulden. Dat betekent dat de broodprijs uh, verdrievoudigd is in 18 jaar tijd. Nou, dan kan jij wel op je rekenmachine narekenen dat dit een ongelooflijk effect heeft op de bestedingsruimte van de Nederlander. Anders gezegd, de Nederlander kan zijn huur betalen... en zijn elektriciteitsrekening. En een heel groot goedkoop telefoonabonnement. En ja, dat is het dus zo'n beetje. Ja, een beetje bij je eten. Maar eten, geen gekke dingen meer. En eten is heel duur geworden. Gegeven brood. Ik weet nog wel in de guldentijd dat je kabeljauw uh, kon kopen voor 8 gulden de kilo. 9 gulden de kilo. Ja, dus nu betaal je voor kabeljauwfilet uh, 18 euro, 20 euro de kilo. En een euro is 2,2 gulden, dus 40 gulden voor een kilo kabeljauw. Misschien niet helemaal, maar zoiets. En de bijdrage aan de EU die gaat nog met 60% omhoog. Dan pakken ze weer wat. En dat gaat allemaal van onze bestedingsruimte af. Dat heet het aansnoeren van het net. Nou, en dat gecombineerd met het feit dat ze het onderwijs teruggebracht hebben tot een heel laag niveau. Dus kinderen krijgen bij het primaire onderwijs... ...krijgen ze geen basis basale rekenvaardigheidsoefeningen meer. Maar de kinderen worden trucjes geleerd zodat ze het makkelijk kunnen onthouden dat 100 gedeeld door 25, dat is 4. En dat kunnen ze dan heel snel. En meer kunnen ze niet. Dat krijgen ze niet op school geleerd. Nou, onze zeden hier in Nederland, dat kan je zelf goed zien, denk ik, hè? Het is niet zo dat iedereen er in zijn blote kont bij loopt. Maar er zijn dagen dat je denkt: meisje, meisje. Wat ben je aan het doen? Helemaal onder de make-up. Helemaal sieraden. En je loopt door een. Toekomstige sloppenwijk. Want die armoede gaat alleen maar toenemen. Want de EU-bijdrage gaat met 60% omhoog en dan pakken ze weer wat. Snap je? En straks gaat de. Ja, dan gaan ze deze belasting verhogen, dan weer die belasting, en dan weer, dan weer en klimaatbelasting, als ze dat doen. Ik hoorde dat ze de belasting op tabak, die gaan ze ook weer verhogen. Nou. Nah, dat wordt armoede voor ons. Ja, leuk dat je erbij bent gekomen. Gedeelde smart is halve smart. Maar we zetten door, want jullie zijn nog lang niet van me af. Want we gaan werken naar een oplossing. We gaan. In elk geval die dingen aanpakken die we zelf aan kunnen pakken. Je eigen straatje schoonvegen. Heet wat? En dat geldt voor jou en dat geldt voor mij. Dat geldt voor iedereen die beseft dat wij afstevenen op een afgrond. En dat we daar op een positieve manier wat aan gaan doen, namelijk door de waarheid te verspreiden. Of we nou met z'n allen van de afgrond afdenderen, ja of nee, dat maakt niet uit. Belangrijk is dat wij de waarheid verspreiden. Huh? Ja, denk er eens even over na. Zie je dat Nederland voor je? Had die rare universele kerk weg. En dat rare Europese gedoe weg. En niet meer van die stomme wetten over stikstof en koolstofdioxide. Geen accijns meer op benzine. Onderwijs gratis. Doe je stout in de klas, dan mag je er niet meer in. Dus dan wordt het ook niet zo duur te zijn. En nu is er dan zo'n probleem in het onderwijs dat de kinderen daar komen met wapens. Nou, gewoon je mag er niet meer in, Doei. Er komt uiteindelijk een betere tijd. Maar niet morgen. Het zal een kwestie worden van een lange adem. Maar daar is niks ergs aan. Als God het leven makkelijk vond, dan had hij het zelf al gedaan. Denk daar maar over na. He, wij zijn niets anders dan de kinderen van de weg, van de waarheid en van het leven. Dat is onze kerk. Denk daar maar over na. Tot de volgende uitzending over het Mohammedanisme voor Mohammedanen en een beetje christendom erbij.